Nou, ik ben begonnen met een kleine zaagslede voor deze zaagtafel. Ik heb er in het verleden wel meer gemaakt, maar die waren allemaal groter. Maar ja, deze zaagtafel is zo uitgebreid met die parallelaanslag die daar ligt. En wat ik hier allemaal even heb neergelegd. Dus ik heb maar een heel kleine zaagslede nodig. Nou, dat maak ik van dit plaatje hier. Dit wordt hem. Die latjes die liggen erin. Die glijden heel mooi heen en weer. Nou, ik heb aan de kant alles afgetaped. Omdat ik dat wil lijmen. En als die lijm er dan uit gulpt, zeg maar, dan zit heel die zaagtafel onder. En dan moet allemaal weer schoon zien te maken. Nou, goed. Ik ga ermee verder. Bye bye.